ene koffieboon die ruikt een beetje chocola-achtig bij een andere koffieboon. Altijd al willen weten wat het verschil is tussen dubbel en single blend koffie? Kom dan naar Starbucks op Schiphol Plaza. Hier wordt elke week een gratis koffieseminar georganiseerd. Nou, koffie kan je het beste proeven door er eerst goed aan te ruiken. Want 80% van wat je proeft komt door je neus, niet door wat je over je tong haalt. Want je tong proeft alleen zoet, zuur, zout en bitter. Maar alles wat er tussendoor komt, dat proef je met je neus. En beschrijf maar gewoon lekker wat je ruikt. Het is koffie. Nou, dat kan heel goed. Ja. De koffie van deze week is de Guatemala Casuchelo. Wat hier dus heel erg in zit, zijn die citrusvruchten. Dat ruik je er goed in. Maar als je ruikt, denk je, oh, ik ruik eigenlijk een beetje sinaasappels. Maar er zit ook chocola in. Naast een uitgebreide uitleg over koffie, kunnen de deelnemers natuurlijk ook verschillende soorten proeven. Er schijnt heel veel verschil te zitten in allerlei bonen. En in de manier waarop het geroosterd wordt. En ik heb begrepen dat Arabica-boon, dat groeit heel langzaam en dat duurt lang en dat is hoge kwaliteit. En dat bepaalt ook weer de kwaliteit van de koffie. Nou heet deze koffie Café Verona, de koffie van de liefde. Vind je dat erin terug? Ja, zeker. Liefde is bitter. En deze koffie die smaakt ook bitter, dus die zal ik zeker 's ochtends voor mijn vriend zetten. Probeer eens een keer een koffie uit een regio wat je niet gewend bent. Probeer eens een single origin als je altijd een blend drinkt. Want het is echt een wereld van verschil of het uit Latijns-Amerika komt of uit Azië of uit Afrika. Het koffieseminar is elke dinsdag om 3:00 in de Starbucks-vestiging in aankomsthal 4.